La Musica. Ja, de muziek is eigenlijk uiteraard mijn huismuzikant John Parrish moest weer van de partij zijn. Dat is gewoon heel fijn, omdat dat is twee handen op één buik. John begrijpt heel snel waar ik naartoe wil of voelt heel direct de snaar die hij moet betokkelen. Hij denkt aan een personage en hij creëert eigenlijk al haar hoofdthema qua muziek. Dat doet hij eigenlijk zo blindelings of zo, heel snel. Dat is eigenlijk belachelijk hoe snel. Maar omgekeerd had ik nu wel soms nood aan buiten hem te gaan. En ook om zingen te doorbreken. Eigenlijk zoals er zit een beetje punkmuziek in de film. Zowel van Japan met Adolescent Sex. Maar er zit ook Armand van Helden in. Wat eigenlijk muziek is van 2003 of zo, ik weet het niet. Maar ik vind het tof om zo te breken. Om zo wat chaos te creëren. En ook om te zorgen van dat we wel hedendaags zijn. Ik wou niet zo brave filmpje maken, dat is toen gebeurd. Dus eigenlijk, weet je, dat is niet meer, dat is toen. Dat moet nu ook raken. En dan moet je ook de ingrediënten van nu gebruiken. Wat wij gedaan hebben met Little Black Spiders erin te steken. Dat schudt u zo lekker even wakker. Ja, ja. Zorgt zo voor wat punch en rock'n'roll. Andere grote dames der aarde doen dat ook. Hè. Sofia Coppola. Ik heb die dan allemaal niet uitgevonden, hè. Dat is goed pikken van goeie mensen, hè, dat je doet. Ja, maar het is waar. Maar ik geneer me daar niet om. Ik moet dat toch doen. We all do it. Het is toch waar. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Maar het is leuk als je er samen weer iets nieuws van maakt. Als je dan weer, door wat dingen samen te gieten, weer wel iets unieks kunt creëren.